Oké, dit keer zul je zien, dat is gek aan de tijd dat het een korte video is. Het is ook niet zo heel veel, want Skidde is een beetje veranderd. Als het komt wat ruwer er is. Om te beginnen, ik heb dus twee voorbeelden. Ik heb logs en ik heb oars. Je kan bijvoorbeeld de log kun je dus oppakken en slepen naar je action bar. Dat geldt ook voor een oar. Kun je ook voor een knife doen of zo. Stel dus, ik heb hier een wille log op 1 staan en ik druk op 1. Dan heb ik hier een keuze uit Tinderbox, Knife en At the Bonfire. Ook wel als ik dus rechtklik nu doe op die 1, waar die Willock staat, staat Craft en Light. Dus heb ik eigenlijk twee opties bij elkaar waar ik kan kiezen. Dus als ik op 1 druk, kan ik dus die twee kiezen. Dus ik kan ook zeggen drop, maar dat staat hieronder niet bij, aangezien dat eigenlijk een sub-optie is. Daarbij At the Bonfire is geen echte actie, want daar klik je op een vuur. Dan heb ik hiernaast een oor. Dus een tinnoor. En die heeft alleen als actie een drop tinnoor. Staat onder customized keyword. Dat helpt niet mee. Alleen als je die toetsen wil veranderen. Dus drop tinnoor. Dat is één actie. Dus aangezien het één actie is. Voert hij dan ook gelijk uit. Dus als ik 3 indruk. Dan dropt hij hier een tinnoor. Stel ik hou hem in. Dan dropt hij heel veel tegelijk. En daarnaast blijft mijn tinnoor ook nog bij 3 staan. Eind dit keer is wel donker aangegeven, want ik geen tinder heb. Dus pak ik weer, nee, niet praten. Pak weer tinder op, dan geeft hij weer licht. Dus zo kun je in principe sneller power minen door heel snel te gaan droppen. Dus dat ook in principe moet lukken bij fishing. Nou, zoals je ziet, woodcutting niet. Want die wil je dus weer craften. Maar ja, er zal misschien nog wel een keer verandering komen daar verandering te brengen, dat je daaruit kan kiezen. Zou ik ook stel voorstellen op het forum. Dus dat je ook met één klik dan dus een actie kunt doen. Want als ik dan dus bijvoorbeeld hier bij 1 die tinderbox heb, ik kan er niet bij slepen. Dat is het probleem. Ik kan niet zeggen dat ik hem al wil verbranden. Dus ik vind dat er nog eigenlijk ingebracht moet worden. En ik heb ook nog een knife erin staan. En een knife heeft alleen als rechteroptie add the tool belt en erop. Maar ja, uit het toolbelt staat erbij, dus het drop wordt niet. En als dan druk staat van, hij zal in je toolbelt. Oké. Dit is eigenlijk zo'n beetje het voor het skillen. Er waren nog een paar vragen. Of tenminste, werkt een cannon? Ja. Een cannon werkt. Verder, trouwens, overigens kun je nog gewoon prayers in extra bar zetten. Armor. Zoals ik bijvoorbeeld die met dus in inventory zal ik doen, mijn stat was hier. Nu rechtgeklikt, staat er wear. Dus dat 5, dus doe ik hem aan. Doe ik 5, staat hij uit. Zo, toek, toek, toek. En voor je duidelijkheid, dan doe ik het met de body. En als dan inhoud, dan doe ik hem heel snel aan en uit. Dus in principe zou je ook zo snel voor armor kunnen switchen. Nogmaals als hint. Doe rechterklik op je nummertje aan de rechterkant van de toolbar. Er staat 1 tot en met 5. Doe je Customize Modifier key. Dan kun je kiezen uit Shift, Control en Alt. En als je dan, bij mij is het Alt. Stel ik hou Alt 10 en ik druk op 1. Dan ga ik naar Action Bar 1. Stel ik hou Alt 10 en 4. Ga ik naar Action Bar 4. Let er wel bij op. Dat is nog een glitch, vind ik. Dat als je dat dan doet, dat hij ook de action op die nummer probeert uit te voeren. Dus zorg ervoor als je Action Bar nummer 4 hebt, dat je daar niet iets hebt staan wat hij altijd kan doen. Zoiets als search, dat je naar voren vliegt. Want dat is vervelend, dan ben je die alweer kwijt. Terwijl je misschien nog nodig hebt. En als jullie nog vragen hebben over de Combat Rework, dan hoor ik het graag, want ik wil ze graag van jullie horen. En voor de mensen die tegen de Evolution of Combat zijn, ik wil graag de reden horen waarom. Want ik heb tot nu toe maar één persoon horen zeggen die een goede reden heeft om er tegen te zijn. En voor de rest hoor ik alleen maar onzin. Dus als jullie tegen zijn, ik wil het van jullie horen. En ik, als ik zeg maar wat vanaf weet, dus niet zo heel goed als die een had, dan kan ik er gewoon tegenin gaan van kijk, het zit zo en daarom hebben ze dit gedaan. Dan kan ik dan uitleggen. Want ik heb het getest. Yeah. Ik heb het getest. Ik heb het getest. Dus kom maar met die vragen. En ja, ook gewoon zeg maar wat jullie nog willen weten. Succes!